Ik ben uit de diepte van de dood door de poort van het duister gekomen. Waar de God van het sterven woont, ver van de hemel. Ik ben Polydoros. Een zoon van Hecabe en koning Priamos. Die mij uit angst, toen Troje gevaar liep te vallen voor het Griekse geweld, heeft weggestuurd naar het huis van zijn Thracische vriend Polymestor. Die hier de schitterende vlakte van het Schiereiland bebouwt en zijn ruitervolk met straffe hand regeert. In het geheim stuurde mijn vader met mij ook veel goud weg. Om te zorgen dat zijn zonen die nog leefden als Troje's muur eens viel, geen gebrek zouden lijden. Ik was de jongste in het gezin en daarom heeft hij me ook het land uitgestuurd. Want met mijn jonge armen was ik niet in staat lans of schild te dragen. Nu. Zolang de grens van ons gebied verdedigd werd en mijn broer Hector in de strijd succesvol was, groeide ik onder de hoede van mijn vaders vriend op zoals een jonge loot. Arm kind. Maar toen Troje en Hectors leven waren vernietigd, mijn vaders huis en haard verwoest, hij zelf bij het oude altaar van het paleis gevallen, afgeslacht door Achilles' misdadige zoon, werd ik arme stakker wegens dat goud door mijn vaders vriend gedood en na de moord in zee gegooid, zodat hij zelf het goud in huis kon houden. Zo lig ik op het strand en dan weer in de branding van de zee, steeds op de renbaan van de golven, heen en weer gesleept, onbegraven, onbeweend. Nu zweef ik boven mijn lieve moeder Hecabe. Ik heb mijn lichaam verlaten. 3 nachten hang ik hier al in de lucht. Even lang als mijn arme moeder uit Troje op dit schiereiland is. Overeind, ongelukkige vrouw. Richt je hoofd en je hals van de grond op. Dit is Troje niet meer. Niet langer ben ik haar vorstin. Het lot neemt een wending, verdraag het. Vaar met de stroom mee. Vaar mee met het lot. Wend de boeg van je leven toch niet naar de golf om het noodlot te tarten. Wat ontbreekt er nog aan mijn ellendig verdriet? Ik ben mijn vaderland kwijt, mijn kinderen, mijn man. Trots van het geslacht, nu gebroken, niets was je dus. Waarvan moet ik zwijgen? Waarover niet zwijgen? Waarover klaag ontzettend ik? In zo'n rampzalige houding, wat ben ik eraan toe? Met mijn rug op dit harde bed uitgestrekt, oh. Ik verlang zo mijn rug en mijn schouders te draaien. Heen en weer als een schip, van de ene naar de andere wand en voortdurend met trieste tranen te klagen. Ontzettend, moeder. Uit een koninklijk huis beland in een slavenbestaan, wat gaat het u slecht? Even slecht als het eens goed ging. Een god vernietigt u nu en laat u voor uw vroegere geluk de rekening betalen. Waarom word ik toch in de nacht zo door beelden door angst opgejaagd? Machtige aarde. Moeder van zwart gevleugelde dromen, ik jaag het van me weg. Dat nachtelijk beeld dat ik zag van mijn zoon, die
die in Tracië bewaart. Vreselijk gezicht. Goden onder de aarde, laat mijn zoon leven. Het enige anker dat mijn huis rest. De jongen die woont in dit besneeuwde Tracië en beschermd wordt door een vriend van zijn vader. Ik ben voor u een heraut van verdriet. De Griekse vergadering heeft, na ik zojuist vernomen heb, voltallig besloten Achilles, uw dochter Polyxene, als offer te brengen. Hij verscheen op zijn graf en hield de schepen op de reede tegen, terwijl de wind al aan de zeilen trok, schreeuwend: Grieken, waarheen gaat uw reis? Laat uw graf hier ongeëerd. De golven van een geweldige twist botsten op elkaar. De meningen liepen uiteen in het Griekse leger. Sommigen wilden het graf zijn offer geven, anderen waren daartegen. De bijval in de woordenstrijd was ongeveer gelijk. Tot die gewiekste gladde prater met zijn mooie woorden die de volksgunst winnen. Odysseus, het leger overhaalt, de grootste held van alle Grieken als het gaat om het offer van een slaaf, niet voor het hoofd te stoten. En dus Achilles' graf te eren met jong bloed. Elk moment kan hij nu komen, Odysseus, om het meisje van uw borst te trekken. Het jonge veulen op te jagen uit uw oude armen. Wat moet ik nu roepen? Welke kreet, welke klacht? Wie biedt mij hulp? Waar biedt een god of een geest mijn steun? Vreselijk verdriet. Vreselijk verdriet heb je gebracht. Je hebt me vernietigd. Vernietigd. Kind, dochter van de ongelukkigste moeder, kom naar buiten. Kom het huis uit. Kind, luister naar je moeders stem. Verneem welk bericht ik gehoord heb over jouw leven. Moeder. Moeder, wat roept u? Wat is de vreselijke tijding waarmee u me uit huis zo ontzet als een vogel opschrikt? Mijn kind. Waarom maakt u mij zo misbaar dat mijn ellende voorspelt? Je leven. Zeg het. Verberg het niet langer. Ik ben bang. Ik, moeder, wat kreunt u toch? Kind van een trieste moeder. Wat is uw bericht? De eenparige wil van de Grieken is jou bij het graf voor Achilles te slachten. Mij zo'n gruwelijk lot. Leg het me uit, moeder. Leg het me uit. Kind, ik breng hopeloze tijding. Het bericht dat het leger door stemming over jouw lot heeft besloten. Niet langer zal ik met u in uw treurige ouderdom treurig samen slavin zijn. U zult me als welp opgegroeid in de berg, u zult uw trieste jong triest uit uw armen gerukt, haar keel doorgesneden naar het onderaards duister zien sturen waar ik ellendig bij de doden zal liggen. Om uw ongelukkig bestaan, moeder, huil ik wanhopige klaagzang. Om het mijn leven, mijn net zo leed, huil ik niet. Want de dood die mij treft is het beste lot. Thank you.
Ik denk wel dat de mening van de troepen en de uitslag van de stemming u bekend zijn. Maar toch zal ik het melden. Het Griekse leger heeft besloten uw dochter Polyxene op de hoge heuvel van Achilles' graf te slachten. Mij is de taak opgedragen het meisje te halen en te begeleiden. Als leider van de plechtigheid en priester bij het offer zal Achilles' zoon optreden. Dus u weet wat u moet doen. Laat haar niet met geweld van u wegtrekken. Voorkom dat het met mij tot een handgemeen komt. Besef hoe zwak u bent, hoe ellendig de toestand is waarin u verkeert. Het is wijs ook in de ellende verstandig te blijven. Er wacht mij blijkbaar een grote strijd, vol weeklachten en een en al tranen. Zelf ben ik dus niet gestorven waar ik had moeten sterven. Zeus heeft mij niet gedood, maar laat mij in leven om mij na alle ellende nog grotere ellende te laten beleven. Verschrikkelijk. Maar als een slaaf bij een vrij man mag informeren, zolang hij hem niet kwetst en op het hart trapt, mag ik misschien verwachten dat u antwoordt op mijn vragen. Dat mag. Vraagt u maar. Die tijd gun ik u wel. Weet u nog hoe u als spion in Troje kwam? In vreselijke kleren niet om aan te zien. Het bloed dat droop uit uw ogen langs uw wangen. Ik weet het, dat heeft mijn hart niet onberoerd gelaten. En Helena herkende u en zei dat alleen tegen mij. Ik herinner me dat ik toen groot gevaar liep. U boog voor mij in het stof en greep mijn knieën vast. Zodat mijn hand verstijfde in uw mantel, ja. Daar was u dus mijn slaaf. Wat zei u toen? Ik vond veel woorden om maar niet te sterven. Ik heb u dus gered en weer de stad uit laten gaan. Ja, daardoor zie ik dit zonlicht nog. Verlaagt u zich dan niet met dit besluit? Als u niet toegeeft dat ik u zo heb behandeld, in plaats van mij een dienst te bewijzen, mij de grootste ellende bezorgd. Een afschuwelijk ondankbaar soort, zijn jullie. Al die mensen die naar aanzien in de politiek streven. Ik wil niks van jullie weten. Het kan jullie niet schelen als je vrienden schade doet, zolang het maar naar de zin is van de massa wat je zegt. Trouwens, waarom vinden ze het zo'n goed idee om tot de moord op het meisje te besluiten?
een mens te slachten bij een graf, waar het offer van een os beter zal passen? Of wil Achilles op zijn beurt zijn moordenaars doden en pleegt hij nu terecht een aanslag op haar leven? Maar zij heeft hem totaal geen kwaad gedaan. Helena! Die zou hij moeten eisen als offer voor zijn graf, want die bracht hem naar Troje en die heeft hem gedood. En luister verder. U bent mij iets schuldig en dat vraag ik nu terug. Ik smeek u om mijn kind niet uit mijn armen weg te rukken. Dood haar niet. Er zijn wel genoeg gestorven. Ik geniet van haar. En zo vergeet ik mijn ellende. Zij vervangt voor mij zoveel. Is een troost. Mijn gids, mijn steun. Wie machtig is, die moet zijn macht niet misbruiken. En wie gelukkig is, niet denken dat het altijd zo blijft. Eens was ik het zelf ook. Nu ben ik dat niet meer. Eén enkele dag heeft me al mijn geluk ontnomen. Ik smeek u niet, maar ontzie mij. Heb medelijden. Ga naar het leger van de Grieken toe. En houd hen voor dat het schandalig is vrouwen te doden die eerst, toen u ze bij de altaren wegrukte, uit Melij zijn gespaard. Voor slaven en voor vrije gelden u toch dezelfde wet als het om bloedvergieten gaat. Al zijn uw argumenten slecht, het aanzien dat u hebt zal overtuigen. Want in de mond van iemand die bekend is, hebben dezelfde woorden een hele andere kracht. Ik heb het. Laat het me uitleggen. Denk niet in uw opwinding dat iemand die goed spreekt het slecht bedoelt. Uw eigen leven, ja. Waaraan ik mijn geluk toen aan te danken, ben ik bereid te redden en daar blijf ik bij. Maar wat ik voor de troepen zei, dat neem ik niet terug. Dat ze na Troje's val de beste man van het leger uw dochter moeten geven die hij als offer eist. Want de meeste landen die lijden aan de kwaal dat iemand die daar uitblinkt en grote inzet toont, niet meer beloning dan zijn mindere krijgt. Achilles is het waard, mevrouw, dat wij hem eren, nu hij voor Griekenland zijn leven heeft gegeven. Zou het niet schandelijk zijn? Tijdens zijn leven zijn vriendschap te gebruiken, maar hem na zijn dood niet meer als vriend te zien. Gesteld dat wij dat deden, wat zullen ze dan zeggen als er weer een oproep voor het leger komt en oorlog met de vijand? Wat doen we? Vechten of aan ons leven hechten, nu we zien dat een gesneuvelde niet wordt geëerd. Wat mijzelf betreft. Zolang ik leef, zou ik, al had ik elke dag maar weinig, helemaal tevreden zijn. Maar van mijn graf zou ik willen zien dat men het in ere hield. Dat is een gunst waarvan je lang geniet. En als u zegt dat u zo vreselijk lijdt, dan antwoord ik: ook bij ons zijn oude vrouwen en mannen even wanhopig als u. En bruiden die een dappere bruidegom verloren, van wie het lichaam hier in Troje's grond geborgen is. Als wij er slecht aan doen om uitblinkers te eren, laat men ons dan gerust voor dom verslijten. Verloochent u uw vrienden maar, barbaren volken. En bewonder hen die eervol zijn gesneuveld neer. Dan zult u zien dat Griekenland succesvol is. En wacht u zelf een lot dat past bij uw beleid. Wat een ellende is het om slaaf te zijn en onverdiend te lijden. Dochter, mijn pleidooi is in de lucht verdwenen en vergeefs geweest. Thank you.
Misschien heb jij meer invloed dan je moeder. Doe je best en laat als een nachtegaal alle klanken horen om je leven te behouden. Je hebt een argument. Hij heeft ook kinderen. Haal hem over, zodat hij zich jouw lot aantrekt. Odysseus, wees gerust. U hoeft in mijn geval geen smeekbede te vrezen. Ik zal meegaan, noodgedwongen. Maar ook omdat ik liever sterf. Als ik niet wil, zou men nog denken dat ik laf ben. Een vrouw die haar het leven heeft. Wat moet ik ook nog leven? Mijn vader was de vorst van alle Trojanen. Zo is mijn bestaan begonnen. Met grootse verwachtingen groeide ik op als bruid voor een koning. Men vocht om een huwelijk met mij, jaloers op de mannen wiens huis ik zou komen. Verschrikkelijk. Eens was ik voor Troje's vrouwen een prinses die de aandacht trok onder de meisjes, de gelijke van goden. Behalve dan dat ik zou sterven. Nu ben ik slavin. Alleen het woord dat doet me na de dood verlangen, zo vreemd is het voor mij. Daarbij zou ik ook misschien een harde meester krijgen. Wanneer men me voor veel geld zal kopen en me onder dwang de taak oplegt in huis voor het brood te zorgen en mij dwingt mijn dagen ellendig te slijten met kamers schoonmaken en aan het weefgetouw staan. Mijn bed zal door een slaap ergens gekocht worden besmeurd terwijl het een koning waard was. Nee, dat nooit. In vrijheid wil ik dit licht voor mijn ogen zien verdwijnen als ik mijn lichaam overgeef aan de god van de dood. Neem mij dus mee, Odysseus. Neem me mee. Maak een eind aan mijn leven. Want ik zie geen hoop. Geen enkele gedachte die mij het vertrouwen geeft dat ik ooit nog voor het geluk kan zijn bestemd. Moeder, sta me niet in de weg en spreek me niet tegen. Stem ermee in dat ik sterf voor ik een schande bega die ik niet heb verdiend. Wie geen ervaring heeft met een ellendig leven kan dat wel verdragen. Maar het doet een pijn zijn nek in het juk te steken. Als hij sterft, is hij gelukkiger dan als hij leeft. Want het leven zonder eer is één groot lijden. Jij hebt heel mooi gesproken, dochter. Maar bij de schoonheid hoort verdriet. Als de Grieken Achilles dus ter wereld moeten zijn, doof jullie haar dan niet. Maar breng mij naar zijn brandstapel of steek me neer. Ik ben de moeder van Paris. Door wiens pijl Achilles is gedood. Achilles' schim heeft niet geëist dat u een oude vrouw zou sterven, maar dit meisje hier. Of me dan tenminste samen met mijn dochter. Dan krijgen de aarde en de dode die dat eist een dubbele hoeveelheid bloed te drinken. Uw dochters dood volstaat. We moeten er geen optelsom van maken. Ik had liever ook niet dat dit nodig was. Ik zal en ik moet samen met mijn dochter sterven. Hoezo? Ik wist niet dat iemand mij bevelen kon. Ik klamp mij aan haar vast als klimop aan een ei. Luistert u liever naar een goede wijze raad. Ik laat dit kind echt niet vrijwillig los. Nou, ik ga echt niet weg zonder haar mee te nemen. Moeder, doe wat ik vraag. Odysseus, vergeeft u de begrijpelijke woede van een moeder. En u, arme vrouw, vecht niet langer. Zij zijn sterker. Wilt u op de grond worden gegooid? Uw oude huid verwonden als u met geweld wordt weggeduwd? Uw figuur slaan als uw jonge armen aan u trekken? Wat gebeuren zal? Nee, alstublieft. U zou zich verlagen. O, lieve moeder van u. Geef me uw heerlijke hand. Laat me mijn wang tegen de uwe leggen. Nooit meer nu voor het allerlaatst zal ik de stralende kring van de zon zien. Zo krijgt u dan mijn laatste groet. Moeder, uw kind gaat dus naar beneden. En ik zal in het licht een slavin zijn,
Zonder man, zonder het huwelijk waarvoor ik was bestemd. Jij bent beklagenswaardig, kind, en ik wanhopig. Daar bij de doden zal ik liggen, ver van u vandaan. Wat moet ik doen? Waar eindig ik mijn leven? Wat wilt u dat ik tegen Hector of uw oude echtgenoot zeg? Zeg hem. Zeg hem dat geen vrouw zo ongelukkig is als ik. Oh, de boezem. De borsten die mij heerlijk voelen. Ach, kind, zo'n voortijdig eind. Het gaat u goed, moeder, goed, Cassandra van mij. Anderen gaat het goed, dat is je moeder niet gegeven. En mijn broer bij Thracische ruiter voor Polydoros. Als die nog leeft, maar dat betwijfel ik. Zo slecht loopt alles voor mij af. Hij leeft. En als u sterft, zal hij uw ogen sluiten. Door alle ellende ben ik al dood voordat ik ben gestorven. Neem me mee, Odysseus. Neem me mee. Al voordat ik geofferd word, is mijn hart gebroken door mijn moeders klacht en het hare door mijn tranen. Licht, ja, ja. Uw naam kan ik nog noemen. Uzelf beleef ik niet meer, alleen de korte tijd dat ik naar het zwaard loop bij Achilles graf. Kind, houd je moeder vast, reik door je hand. Geef hier, laat mij niet alleen achter. Het is met mij gedaan, lieve vrouw. Zag ik Helena maar zo. Met een mooi oog heeft ze de rijke Troje schandelijk vernietigd. De dwaasheid van één bracht ellende voor allen. Het leidde tot oorlog, doodslag, vernieling van het huis waarin ik woonde. Ik bid dat ze nooit door het zeewater wordt thuisgebracht. Dat ze nooit het huis van de vader bereikt. Ik was al bestemd voor het ongeluk. Ik was al bestemd voor het leed. Toen Paris op berg Ida van je moeder weggerukt. En met jou heb ik weer een kind verloren. Verschrikkelijk. En hoe hebben jullie haar dan omgebracht? Met respect? Of hebben jullie die vreselijke daad begaan alsof ze een vijand was die werd gedood? Kom, zeg het me. Schiet op. Ook al is het iets wat ik liever niet hoor. Kom.
U wilt me een tweede maal verdriet bezorgen, mevrouw. Uit medelijden met uw kind. Want als ik die verschrikkelijke dingen vertel, springen de tranen opnieuw in mijn ogen. Net als bij de grafheuvel, toen ze werd gedood. De hele Griekse legermassa was voltallig voor het offer van uw dochter bij het graf aanwezig. Achilles' zoon nam Polyxena bij de hand en bracht haar naar de heuveltop. Zelf stond ik er vlakbij. Een keur van uitgelezen jongens uit het leger volgde ons om met hun armen het spartelen van uw jong tegen te gaan. Achilles' zoon beduidt mij voor het hele leger stilte te gebieden. Ik stelde mij dus op en zei daar in hun midden: stilte, Grieken, laat heel de krijgsmacht zwijgen. Stilte, zwijg. En ik bracht de massa tot bedaren. Vader, zei hij toen, aanvaard dit plengoffer van mij dat met zijn toverkracht de doden bovenbrengt. Kom nu, om het donkere reine meisjesbloed te drinken dat wij u schenken, het leger en ik. Sta toe dat wij de trossen losgooien van de achterplecht en geef onze gunstige thuisreis uit Troje die alle in het vaderland terugbrengt. Meer zei hij niet. En heel het leger bad. Toen greep hij zijn met goud beslagen zwaard bij het gevest, trok het uit de schede en gaf de uitgekozen jongens uit het leger een wenk het meisje vast te pakken. En toen zij dit opmerkte, verklaarde ze: Grieken, u die mijn stad verwoest hebt, ik sterf uit vrije wil. Laat niemand hier mijn lichaam aanraken. Ik zal u zonder vrees mijn hals aanbieden. Laat mij in godsnaam als een vrij mens staan, zodat ik vrij kan sterven. Dood me zo. Ik schaam mij als prinses daarbij de doden een slavin te heten. De troepen juichten en koning Agamemnon zei de jongens het meisje los te laten. En toen zij die woorden van de vorst gehoord had, greep ze haar jurk, scheurde die van boven bij de schouder tot haar middel bij de navel open en toonde zo haar lichaam en haar borsten, mooi als van een beeld. Toen bracht ze haar knieën naar de grond en sprak de dappere en hartverscheurende woorden: hier, als u mijn borst verlangt raken, prins, laat toe. Of als u het liever achter in de nek wil doen, hier is mijn keel, klaar voor de slag. Hij wil en wil het niet, uit medelijden met het meisje, en snijdt dan met het ijzer, waar de adem rijst en daalt. De stromen kwamen en zij droegen, hoewel zij stierf, toch zorg voor dat zij keurig viel. Verbergend wat voor het mannelijke oog verborgen dient te blijven. Toen ze aan de dodelijke wond bezweken was, spande elke Griek zich voor iets anders in. De een strooide bladeren over het dode meisje, anderen richten een brandstapel op en brengen dennenstammen. En wie niets bracht, werd uitgescholden door de rest. Sta jij daar maar, lammeling, heb je geen sieraad of kleding voor het meisje bij je? Zou je iemand met zo'n moed en zo'n karakter niet iets geven? Als ik u zulke dingen van uw dochters dood vertel, besef ik dat geen vrouw zozeer met kinderen gezegend en daarbij zo ongelukkig is geweest als u. Vreselijke ramp is over Priamos huis en mijn stad losgebarsten. Gods wil maar aan geen mens ontkomt. O dochter, er is zoveel verdriet dat ik niet meer weet waar ik me op moet richten. Als ik iets uitkies, dan laat het me niet meer los. En daar vandaan roept nieuw verdriet me dan weer weg, als de ene ramp op de ander volgt. Zo kan ik nu jouw lot onmogelijk uit mijn geest wegwissen. Om niet te hoeven treuren, al is de hevigheid door het bericht van je heldhaftigheid er weer door opgenomen. Is dat niet vreemd? Slechte grond draagt goede vrucht als God het juiste weer zendt. Een goede grond die mist wat hij moet krijgen, geeft slechte oogst. Maar bij de mensen zijn degenen die niet deugen altijd slecht en de goede goed, zonder bij een tegenslag ooit hun aard te verloochenen. Maken de ouders het verschil of is het de opvoeding? Natuurlijk, tuurlijk. Wie goed is opgevoed heeft les gehad in goed gedrag. En wie die les behoorlijk leert, weet ook wat slecht is. Hij meet het aan de norm van het goede af. Zinloos schiet mijn geest het pijlen af. Gaat u nu en laat de Grieken weten dat niemand haar mag aanraken. Houd de massa weg van mijn kind. In een reusachtig leger is de massa teugeloos. En anarchie onder matrozen is sterker dan een vuur. Daar geldt je als slecht als je je niet misdraagt. En jij,
Mijn oude getrouwe. Neem een kruik, vul hem met zeewater en breng hem hier. Zodat ik mijn kind in haar allerlaatste bad, de bruid die geen bruid, het meisje dat geen meisje is, kan wassen. En daarna opbaren. Niet zoals ze verdient, nee. Dat kan nooit meer. Maar wel met wat ik heb. Ik zal sieraden verzamelen bij de andere krijgsgevangen vrouwen die het lot hier met ons delen. Misschien hebben zij iets meegesmokkeld. O Priamos. Jij die zo'n pracht bezat. Met zo'n nageslacht gezegend was. Niets blijft er van ons over. Onze vroegere trots is verdwenen. En dan slaan we ons ook nog op de borst. De een is een dure woning en de ander omdat hij bij het volk in aanzien staat. Maar het is niets. Hersenspinsels, vochten van de tong. De mens is het gelukkigst als er van dag tot dag niets ernstigs overkomt. Soldaten zijn al op weg naar de vloot. Oh, de ellende. Wat willen ze mij nu over zee uit mijn vader voeren? Wie zal mij, arm kind, naar Argos of Sparta of een van de eilanden voeren, ver van Troje vandaan? Voor het laatst zie ik mijn kinderen, hun lichaam voor het laatst. Nog erger zal ik lijden, gevoerd naar het bek van een Griek. Vervuld die nacht en dat lot. Is er al die rouw van Grieken gekomen? En wie ben ik als slavin toegewezen? Ik weet het niet, maar ik voel het onheil naderen. Je lot zal nu wel bijna bepaald zijn. Daar is de afgezant van het Griekse leger. Belast met bevelen, wat brengt hij, wat zegt hij? Oh, trieste vrouw van Troje, we geven naar buiten om daar je ellende te horen. Daar ging je mij in voor, ze staan schrijf! Nee, breng nu niet mee Cassandra naar buiten. Een schande in Griekse ogen. EKB, ik kom hier om een nieuw bericht te brengen. Dit is, lieve vrouwen, wat wij al die tijd vreesden. U bent nu allemaal gelood, als dat uw vrees was. Naar welke stad? U bent elk aan een ander toegewezen en niet samen. En wie krijgt dan wie?
Welke Trojaanse mag daar een gelukkig lot? Ik weet het, maar stel aparte vragen, niet alles tegelijk. En mijn kind? Zeg, wie heeft mijn kind gelood? De arme Cassandra. Agamemnon kreeg haar als speciaal. Als slavin voor zijn Spartaanse vrouw. Nee. Voor een duister huwelijk in bed. Wat? Apollo's maagd. Aan wie als gunst een kuis bestaan was geschonken. Zijn hartstocht voor het bezielde meisje was te stellen. Slinger ze weg, kind, de heilige sleutels. De krans die je hoofd aan de god uitweiden. Is het niet mooi dat zij het bed mag delen met een vorst? En Hector's echtgenote. De vrouw van de oorlogsheld. De arme Andromache. Wat is haar overkomen? Achilles' zoon kreeg haar ook als speciaal geschenk. En in wiens dienst kom ik? U bent als slavin aan Odysseus toegewezen. Oh! Het is mijn lot een slavin van een vuile bedrieger te zijn. Van een vijand van het recht. Een wetteloos beest. Een man die het kromme steeds recht praat en het rechte krom met zijn dubbele tong. En waar liefde was, haat brengt. Ik ben verloren. Ik ben hopeloos verloren. Mij treft het ongelukkigste lot. Moeder, wat spreekt uw ondergang toch klagelijk uit? U kent uw lot. Vorstin. Maar het mijne. Welke Achaïa, welke Griek zal het bepalen? Kom. Breng Cassandra hier naar buiten snel, dan kan ik haar in handen van de legerleider geven. En daarna ook de anderen de krijgsgevangen vrouwen brengen die aan hen zijn toegewezen. Hé. Hey. Waarom brandt dat weer de fakkellicht op? Wat doen ze die Trojaanse? Steken ze soms hun kamers in brand net nu op het punt staan ze uit het land naar Argos weg te voeren? Branden ze zichzelf omdat ze willen sterven? Ik wil niet de schuld krijgen van iets wat hun goed uitkomt, maar het leger moet het maken. Ze steken niets in brand. Het is mijn dochter, Cassandra, die in vervoering aankomt te rennen. Als je in extase rondrent.
lot, mijn kind, heeft je niet tot bezinning gebracht. Je toestand is nog steeds hetzelfde. Zouden de leiders van ons leger je niet ongestraft met zo'n voorspelling uit je land laten vertrekken? Wat praat die goed, die knecht? Maar omdat jij niet bij zinnen bent, slaak je gescheld tegen de Grieken en je lof voor de Trojanen in de wind. Waar dapen ze toch hun naam aan? Herauten, voor wie men overal op aarde niets dan afschuw voelt. Ondergeschikte van dictators en van steden! Kom! Laat ik snel op weg naar de dood met mijn bruidegom trouwen! Een mooie bruid voor onze legerleider. Ach. Hoogwaardigheidsbekleders. Hoogschijnlijk wijs. Zijn waarschijnlijk geen haar beter dan een onbeduidend mens. De grootste vorst van heel Griekenland gaf toe aan zijn hartstocht voor een bezeten vrouw. Ik zelf mag dan arm zijn. Haar zou ik voor mijn bed nooit hebben gevraagd. En u? Als Odysseus verlangt u weg te voeren, ga dan mee. U zult bij een bescheiden vrouw in dienst treden, zegt ieder die bij Troje heeft gevochten. Zorgster van mijn moeder. Zie je niet hoe de vorst
vorstin sprakeloos in elkaar zakt. Zou je haar niet vasthouden? Waarom laat je haar alleen? Help haar overeind. Het is met je gedaan. Niets blijft er van je over, al ben je nog in leven. Geen kind, geen man, geen land. Je bent totaal vernietigd. Laat me. Ik wil geen liefde waar geen liefde is. Laat me liggen waar ik viel. Zo'n val past goed bij hoe ik lijd en leed en nog zal lijden. Je zegt niets nieuws. Wat je mij voor de voeten werpt, dat weet ik. Ze weet niets, die vrouw. De nieuwe rampen begrijpt ze niet. Vooruit. Bekijk zijn lichaam nu het wordt ontbloot. Of het je niet vreemd voorkomt en onverwacht. Ik zie mijn zoon! Hij is dood! Polydoros! Een demon die u achtervolgt laat u zwaarder lijden dan elk ander mens op aarde. Thank you.
Hekabe, waar blijft u? Waarom komt u uw kind niet begraven? De Altibios heeft me toch bericht dat geen enkele Griek aan uw dochter mocht komen. Wij laten haar dus liggen en raken haar niet aan. Maar u doet niets en ik vraag me af waarom. Ik kom om u daarheen te begeleiden. Alles is er goed geregeld. Als je bij zoiets van goed kunt spreken. Hé, wie is dit? Deze dode Trojaan. Wat moet ik doen? Voor Agamemnon knielen of de ellende in stilte dragen? Waarom draait u mij rug toe en wat treurt u? Waarom zegt u niet wat er gebeurd is? Wie is dit? Maar als hij mij beschouwt als een slavin of een vijand, dan zou ik mezelf nog meer verdriet doen. Ik ben echt geen ziener die zonder iets te horen de gang van uw gedachten kan doorgronden. Veronderstel ik nu te snel een vijandige houding bij u. Is die geen vijand? Kijk, als u wilt dat ik hier niets van weet, dan zijn we het eens. Ik hoef het ook niet te weten. Maar zonder hem kan ik mijn kinderen niet wreken. Waarom aarzelen? Ik moet het durven. Of het lukt of niet. Agamemnon. Ik smeek u. Wat verlangt u? Waar roept u mijn hulp voor in? Niet voor iets wat u zult verwachten, koning. Ziet u deze dode, om wie ik tranen stort? Ja, toch begrijp ik niet waar u heen wilt. Eens heb ik hem gebaard en in mijn buik gedragen. Welk kind van u is dat dan, arme vrouw? Niet een van onze zonen die voor Troje vielen. Had u dan nog een zoon, mevrouw? Ja, een van wie ik blijkbaar niet mocht genieten. De jongen die u hier ziet. En waar was hij dan op het moment dat de stad viel? Zijn vader die had hem weggestuurd, bang dat hij zou sterven. Waarheen? Zo alleen? Ver van al uw andere kinderen? Naar dit land, waar hij dood is gevonden. Naar de man die dit land regeert, naar Polymestor. Ja! Om goud, wat een fataal werd, te bewaken. Wie heeft hem gedood? Hoe is dat gegaan? Wie anders? Zijn gastheer heeft hem vermoord. De ellendeling. Zeker belust op het goud? Zoiets, ja. Toen hij vernam wat er met Troje was gebeurd. En waar vond u hem? Of heeft iemand u het lijk gebracht? Mijn dienares trof hem op het strand aan bij de zee. Was ze naar hem op zoek? Of deed ze ander werk? Ze haalde water om Polyxenus' lichaam te wassen. Dus uw vriend heeft hem na de moord in zee gegooid? Als een speelbal voor de golven, ja. Zo toegetakeld. Verschrikkelijk. U moet onmetelijk lijden. Ik ben aan mijn eind gekomen, Agamemnon. Meer ellende is er niet. Ontzettend. Is ooit een vrouw zo ongelukkig geweest? Nooit. Of u moet de noodlotsgodin zelf bedoelen. Als u het rechtvaardig vindt wat mij is overkomen, dan leg ik me daarbij neer. Maar als u het anders ziet, wreek mij dan op die man, die goddeloze gastheer, die zonder vrees voor onderaardse of wereldlijke machten een goddeloze misdaad heeft begaan. Hoewel die vaak mijn tafel heeft gedeeld en meer dan andere vrienden als mijn gast ontvangen werd. Alles wat hij nodig had, heeft hij gekregen. Hij werd met zorg omringd en toch heeft hij gedood. En zelfs een graf, als hij dan wilde doden, dat vond hij niet waard. Hij stortte hem als afval in de zee. Nu, zelf ben ik een slaaf en zwak misschien, maar de goden, die zijn sterk. En ook de oude wet, die nog machtiger is. Want door die wet geloven wij in hun bestaan en onderscheiden wij in ons leven goed en kwaad. En die wet berust bij u. En als die wordt verdraaid, of iemand niet gestraft wordt als die vrienden doodt, of het heiligdom van de goden durft te plunderen, dan is er nergens op de wereld nog rechtvaardigheid. Dat moet u eer te na zijn. Toon respect, ontzie mij. Ga als een schilder op een afstand staan en kijk naar mij. Neem mijn ellende in ogenschouw. Ik was een koningin. Nu ben ik een slavin. Ik was met kinderen gezegend. En nu ben ik een oude vrouw en daarbij kinderloos, eenzaam en zonder land. Geen mens is ongelukkiger dan ik.
Waarom trekt u zich nu terug? Blijkbaar bereik ik niets. Wij sloven ons op aarde uit om alles behoorlijk te leren. We zijn steeds op zoek naar kennis. Waarom doen wij dan niet ons uiterste best, ons de kunst van de overreding, toch de enige die de wereld regeert, koste wat het kost eigen te maken, die ons in staat zou stellen mensen naar believen te overtuigen en meteen je zin te krijgen? Hoe kan je zo nog hopen dat je iets bereikt? Nu, het is misschien een zinloos argument de liefde aan te voeren. Toch wil ik haar genoemd hebben. Een dochter van mij slaapt aan uw zijde. Cassandra noemt men haar in Troje. Waaruit laat u dan blijken, koning, hoe lief de nachten u zijn. Hoe wordt mijn dochter voor de heerlijkste omhelzingen in bed bedankt? En ik voor haar? Het duister en de nachtelijke liefdesdaden schenken een mens zijn grootste genot. Ziet u deze doden? Een dienst aan hem bewezen is een dienst aan uw zwager. Eén ding ontbreekt aan mijn woorden nog. Had ik maar een stem in mijn handen, in mijn armen en in mijn haar en de voeten waar ik op sta, dan zouden ze met z'n allen huilend en met allerlei bezweringen uw knieën grijpen. Mijn koning, grote held van Griekenland, doe wat ik u vraag. Reik een oude vrouw de helpende hand bij haar vraag. Ook al stelt ze niets voor, doe het toch. Want een groot man die dient het recht te steunen en de misdaad altijd en overal te bestrijden. Vreemd toch hoe de dingen op aarde lopen. En hoe het gedrag van mensen wordt bepaald door wetten die van de grootste vijanden vrienden maken en vriendschap veranderen in haar. Ik heb met u en met uw zoon en met het lot dat u treft, HKB, en met uw smekende hand medelijden. En ik zou graag zien, omwille van de goden, als ook uit oogpunt van het recht, dat uw goddeloze vriend hiervoor gestraft wordt, als het op een of andere manier mogelijk zou blijken u tevreden te stellen, zonder dat het leger denkt dat ik, omwille van Cassandra, die moord op de Thracische vorst heb beraamd. Want in zekere zin ben ik in verwarring geraakt. Die man wordt door mijn leger als een vriend beschouwd en de dode als een vijand. Als hij voor mij een vriend is, deze jongen, dan is dat mijn eigen persoonlijke zaak die het leger niets aangaat. Dat moet u goed bedenken. U vindt mij bereid me voor u in te zetten. Ik sta ook onmiddellijk klaar om u te helpen. Mits ik maar geen ruzie met de Grieken krijg. Vreselijk. Er is geen mens die vrij is. Hij is of slaaf van het geld, of van het lot, of van de openbare mening, of de letter van de wet. Ze beletten hem te doen wat zijn hart hem ingeeft. Omdat u bang bent en te veel toegeeft aan de massa, zal ik u van die angst bevrijden. U moet er wel van weten dat ik een aanslag op zijn moordenaar beraam, maar u hoeft niet mee te werken. Alleen, wanneer de Grieken protesteren als het Thracië overkomt wat op te wachten staat, of als ze te hulp willen komen, houd snel tegen, zonder dat men denkt dat u dat voor mij doet. De rest, wees gerust, regel ik zelf. Hoe dan? Wat gaat u doen? Wilt u die barbaar met een zwaard in uw oude handen doden? Of met vergif? En met wiens steun? Wie biedt u de helpende hand? Waar vindt u vrienden? In dit huis bevinden zich genoeg Trojaanse. De krijgsgevangen vrouwen, de prooi van de Grieken bedoelt u? Ja, met hen zal ik mij wreken op mijn moordenaar. En hoe kunnen vrouwen het dan van mannen winnen? Een groep is een gevaar. En wie listig is, staat sterk. Zeker. Maar mijn punt is dat het vrouwen zijn. Hoezo? Waren het geen vrouwen die Aegyptos zonen doden en alles wat man was van Lemnos verdreven? Nee, zo moet het gaan. Laat uw bezwaren varen.
En geef mijn dienares een vrijgeleid door het legerkamp. Benader jij dan mijn Thracische vriend en zeg hem. De vrouw die eens vorstin van Troje was, Hecabe, vraagt u te komen. Zowel in uw belang als in het hare. En met uw zonen. Want ook uw kinderen moeten weten wat zij te zeggen heeft. En Agamemnon, wacht. Met het begraven van de pasgeofferde Polyxene, dan kunnen broer en zus dicht bij elkaar in één vlam in de aarde worden geborgen. Dat zal gebeuren. Als het leger uit kon varen, zou ik u niet ter wille kunnen zijn. Maar nu God ons geen gunstige wind zendt, zijn wij tot niets toe gedwongen. In afwachting van ons vertrek. Wordt gestraft en goed gedrag beloond. Scheppen zo verwarring om te zorgen dat wij hen uit onbegrip vereren. Maar waarom daarover treuren als je er niets meer opschiet in je ellende? HKB. Als u mij kwalijk neemt dat ik afwezig was, vergeet dat dan. Op het moment dat u hier kwam, was ik juist weg naar het binnenland van Thracië. En bij mijn terugkeer stond ik al op het punt de deur uit te gaan toen ik die oude dienares van u trof. Ik heb haar verhaal gehoord en ben gekomen. Ik schaam mij u recht aan te kijken, Polymestor, nu ik in zo'n ellendige toestand verkeer. Voor iemand die mij eens gelukkig heeft gezien, voel ik schaamte over het lot dat mij nu treft en kan ik u onmogelijk recht in de ogen kijken. Beschouw u dat niet als een vijandigheid tegen u, Polymestor. Het is ook het gebruik dat niet wil dat een vrouw een man recht aankijkt. Ja, daar is niks vreemds aan, maar waarvoor hebt u mij nodig? Wat is de reden dat u mij hebt laten komen? Iets persoonlijks, wat ik u en uw zonen wil zeggen.
veilig hier, er is niemand. Met u ben ik bevriend en het Griekse leger is me wel gezind. Maar u moet laten weten, welke hulp kan iemand die het goed heeft bieden aan vrienden die het slecht vergaat? Want ik sta voor u klaar. Zegt u me eerst, de zoon die u uit handen van zijn vader en mij in huis hebt gekregen, Polydoros, leeft hij nog? Dan vraag ik u daarna de rest. Zeker, wat hem betreft hebt u geluk. Lieve vriend, wat heerlijk om dat te horen. Ik had van u ook niets anders verwacht. En wat wilt u verder dan nog van mij weten? Of hij nog aan mij, zijn moeder, denkt. Ja, hij wilde zelfs stiekem hier naar mij toe komen. En het goud dat hij uit Troje meebracht, is dat veilig? Ja, dat wordt veilig bij mij thuis bewaard. Bewaar het. Begeer niet wat uw buurman heeft. Oh nee, ik ben tevreden met wat ik heb, mevrouw. Goed. Weet u wat ik u en uw zonen wil zeggen? Nee, ik weet het niet. Dat gaat u mij vertellen. Er is... Oh, lieve vriend. Zo dierbaar als u mij nu bent. Wat is er wat ik en ook mijn zonen moeten weten? Goud. In de oude bergplaatsen van Priamos familie. En dat is het wat u Polydoros wilt laten weten? Inderdaad. Ja, via u. U kent uw plicht. En waarom moesten deze kinderen dan? Dat is beter voor het geval u sterft, dat ze ervan weten. U heeft gelijk, dat is ook verstandiger. Goed. Kent u de tempel van Troje's Athene? Is daar het goud? Hoe is het aangegeven? Door een zwarte rots die uit de aarde steekt. En kunt u mij nog iets meer daarover vertellen? Ik wil dat u iets bewaart wat ik heb meegenomen. Waar dan? In uw kleren of hebt u het ergens verborgen? Het ligt veilig in huis, onder de massa buiten. Wauw, dit is toch mijn scheepskamp van de Grieken. Dit is een huis voor krijgsgevangen vrouwen. Is binnen te vertrouwen. Zijn er geen mannen daar? Geen Griek in huis. Alleen wij zelf. Kom, laten we opschieten. Ze hunkeren om het anker te lichten en naar huis te koersen. En als u alles hebt gekregen wat u nodig hebt, dan kunt u samen met uw zonen teruggaan naar de plaats waar u mijn kind hebt ondergebracht. Als een man in een ijzeren kiel van het zand, sluit hij in een
Zijn botten mijn maag te vullen, mijn maal als een wild dier te doen, mijn verminking gruwelijk te wreken. Oh. Ben ik verminkt? Waarheen? Waarlangs? Voerden ze mij toch? Zodat ik mijn kinderen alleen liet. En zij, die helse feeksen, hun vlees uit stukken gescheurd, het was bloederig voer voor honden in het woeste gebergte uitstrooien. Doodsbed komt gesneld. Ellendige man, wat is uw ondraaglijke slag toegebracht? Hierheen, Thraciërs! Mijn paard rijdt het volk, bezeten van oorlog! Hier, Grieken! Hier, in Agamemnon! Help! Help, roep ik! Help, help! Vooruit in godsnaam, kom toch! Krijgsgevangen vrouwen! Het is te begrijpen dat iemand die meer lijdt dan hij kan dragen, zich van dat ellendige leven ontdoet. Ik lijd ontzettend, ontzettend. God! Waarheen moet ik me wenden? Waarheen vertrekken? Wegvliegen hoog in de lucht naar het dak van de hemel? Of stort ik me hier op de oever van het land van de dood? Ik ben gekomen omdat ik hoorde schreeuwen. Onafgebroken krijst het rotsenkind, de echo door het kamp. Hij wekt rumoer. Als wij niet wisten dat Troje's vuur onder het Grieks geweld was bezweken, had dit lawaai ons heel wat angst bezorgd. Oh, beste Agamemnon, ik heb uw stem herkend zodra ik die hoorde. Ziet u hoe ik leid? Hé, Polynestor, arme man, wie heeft u zo vernietigd? Wie heeft u blind gemaakt, uw ogen bloederig uitgestoken? Wie heeft uw kinderen gedood? Oh, die koesterde een grote wrok tegen u en uw zonen, wie het dan ook was. Hecabe heeft mij samen met de krijgsgevangen vrouwen vernietigd. Nee, niet vernietigd, nog erger. Wat heeft u dit aangericht, zoals hij zegt, Hecabe? Bent u zo onvoorstelbaar meedogenloos geweest? God, wat bedoelt u? Is er dan ergens in de buurt? Vertel me, zeg maar waar ze is. Dan grijp ik haar en scheur ik heel haar lichaam bloederig uiteen. Zeg, bezielt u? In godsnaam, sta toe dat ik mijn razende woede op haar klap. Gedraag u niet als een barbaar. Maar spreek. Zodat ik u en haar, ieder op zijn beurt, kan aanhoren en eerlijk kan beoordelen waarvoor u dit is aangedaan. Goed, ik zal het zeggen. Hij was het zoon van Priamos, de jongste, Polydoros, kind van Hecabe.
Zijn vader stuurde hem uit Troje toen hij de val van de stad voelde naderen naar mij toe om hem bij mij thuis op te voeden. Die jongen heb ik gedood. Wilt u de reden weten, luister dan hoe goed dat was en wat een verstandige voorzorg. Ik vreesde dat wanneer die jongen als vijand van u in leven zou blijven, de Trojanen zou verzamelen en de stad weer op zou bouwen. En als de Grieken dan hoorden dat een van Priamos zonen nog leefde, dan zouden ze opnieuw de tocht naar Troje ondernemen. En als ze dan de Thracische vlakte plunderend verwoesten, dan zouden Troje's buren dezelfde ellende beleven waaronder wij nu gebukt gingen, koning. Maar toen Hecabe ontdekt had dat haar zoon gestorven was, lokte ze mij hierheen met het verhaal dat ze mij in Troje een bergplaats zou wijzen van Priamos familie met goud. Ze haalt me samen met mijn kinderen naar binnen om te voorkomen dat een andere te weten komt. Ik ga op een divan in het midden zitten en rust wat uit. De moeders onder de vrouwen gaven verrukt mijn kinderen aan elkaar door om ze zo ver van hun vader te krijgen. En dan, na die zachtaardige begroeting, onvoorstelbaar, halen ze plotseling ergens uit hun kleren dolken die ze in de kinderen steken. Anderen die grijpen als bij een overval mijn armen en benen vast. Ik wil mijn zonen beschermen, maar als ik mijn hoofd optil, dan houden ze me tegen aan mijn haar. En als ik mijn armen beweeg, dan bereik ik door die massa vrouwen niets. Verschrikkelijk. En tenslotte deden ze tot overmaat van ramp nog iets ontzettends. Ze halen gespen uit hun jurken en steken de arme pupillen van mijn ogen bloederig open. En daarop vluchten ze weg door de woning. Ik spring op en als een wild dier achtervolg ik die bloeddorstige teven. Als een jager speur ik alle wanden af en gooi en sla. Dit is mij overkomen, Agamemnon, toen ik voor uw belang opkwam, uw vijand doden. Niet te lang uit te wijden. Al het kwaad dat eens van vrouwen is gesproken, wat men nu van hen zegt en wat men later nog zeggen zal, ik vat dat samen in één zin. Nergens, niet op het land en niet in de zee, vind je zo'n soort. Wie met ze te maken krijgt, begrijpt wat ik bedoel. Wees niet zo brutaal om heel het vrouwelijk geslacht gezamenlijk de schuld van uw ellende te geven. Agamemnon, de tong zou bij een mens nooit sterker mogen zijn dan de feiten. U hebt voor Agamemnon, om de Grieken een dubbel lijden te besparen, mijn zoon gedood. Maar, ellendeling, om te beginnen, hoe kan een volk van barbaren nu bevriend zijn met de Grieken? Dat is onmogelijk. Welk belang had u dan u zo in te spannen? Was u soms op een huwelijk uit? Of was er al een familieband? Welke reden had u? Zouden ze in uw land soms de oogst verwoesten bij een nieuwe tocht? Wie zal dat geloven, denkt u? Het goud, als u de waarheid wilde spreken, heeft mijn zoon gedood en uw eigen hebzucht. Leg mij maar uit. Hoe komt het dat u, toen Troje nog succes had en de stad rondom door een muur beschermd werd, toen Priamos nog leefde en de lans van Hector woedde, waarom hebt u toen, als u hem een dienst wilde bewijzen, mijn zoon, die u in uw huis onder uw hoede had, niet gedood of hem levend naar de Grieken meegenomen? Nee! Pas op het moment dat voor ons het doek viel en de rook van de stad te kennen gaf dat hij was genomen, heeft u uw gast, die zich aan u had toevertrouwd, vermoord! En luister verder, want dan blijkt hoe slecht u bent. Als u werkelijk een vriend was van de Grieken, dan had u dat goud, waarvan u erkent dat het van mijn zoon en niet van u was, voor hen mee moeten brengen. Want zij lijden gebrek, nu ze al zo lang van hun vaderland gescheiden zijn. Maar nog steeds brengt u het niet op om er afstand van te nemen. Oh nee, u houdt het hardnekkig bij u thuis. En nu? De vriendschap van die man daar heeft u niet gewonnen. Het genot van het goud. En ook uw kinderen bent u kwijt. En zelf bent u er zo aan toe. Oh. Agamemnon, ik zeg het.
Als u hem te hulp komt, dan toont u dat u slecht bent. Maar ik wil mijn meester niet beledigen. Ongelooflijk. Wat helpt een goede zaak een mens toch vaak het goede woord te vinden? Ik vind het lastig andermans problemen te beoordelen. Maar ik moet wel. Ik heb deze zaak ter hand genomen. En het zou een schande zijn hem nu weer af te stoten. Mijn indruk is, dan weet u dat, dat u niet voor mij en ook niet voor de Grieken iemand die uw gast was, hebt gedood. Maar om dat goud in huis te houden. U zegt in uw ellende dat u zelf goed uitkomt. Nou is het bij u misschien een kleinigheid, een gast te doden. Bij ons in Griekenland is dat een schande! Hoe kan ik dan, als ik u niet veroordeel, de kritiek ontlopen? Dat is onmogelijk. Nee, u heeft gewaagd iets te doen wat niet mocht. Nu moet u ook verdragen wat u niet bevalt. God, ik verlies het van een vrouw, lijkt het van een slavin. Ik word er een mindere gestraft. Is dat niet terecht als u een misdaad heeft gepleegd? Kinderen hier, mijn ogen verschrikkelijk. U lijdt. En ik dan. Leidt het niet om mijn kinderen, dacht u? En ik hiervan, op de spot bij mij te drijven, duivelin! Mag ik dan niet genieten van mijn wraak? Dat is gauw afgelopen, als het zeewater u in een schip naar Griekenland voert? Nee! Begraafd, als u uit het kraaiennest stort. En wie zal mij dan dwingen tot zo'n sprong? U zult zelf in de scheepsmast klimmen. Hoe dan? Met vleugels aan mijn rug soms? U wordt een teef met bloeddoorlopen ogen! Gaat dat na mijn dood of hier als ik nog leef in vervulling? Na uw dood! En uw grafheuvel krijgt een naam die past bij de gedaante, of wat wilt u nu zeggen? Grafheuvel van de ellendige teef, baken voor de zeelaar. Dat kan me helemaal niks schelen, zolang ik u maar heb gestraft. Ook uw dochter Cassandra moet sterven. God verhoede! Laat dat op uw eigen hoofd neerkomen. Niet zo krankzinnig wordt. En hij zelf daar ook met hoog opgeheven bijlen. Bent u gek geworden? Verlangt u een afstraffing? Dood mij maar. In Argos wacht u een bloedig baal. Red die man. Voer weer weg. Doet het u pijn dat te horen? Zwoer de mond. Ik hou hem al. Ik ben toch uitgesproken. Zet hem onmiddellijk op een eenzaam eiland. Toen hij zo'n brutale mond opzet. De wind staat nu gunstig. Thuisreis zie ik. Geef ons een goede vaart naar het vaderland. En laat ons thuis alles in orde bevinden. Bevrijd van het lijden. Beroemde, welvarende land.
En niet naar de kokende Europas, Helena's gruwelijk gehate verblijf waar ik haar slavin Menelaus ontmoet. De verwoester van Troje. Het statige land van Peneios, de prachtige grond waar de Olympus oprijst, die baat in weelde, heb ik horen vertellen. Bloeiend. Vruchtbaar, dat kies ik als tweede bestemming, na Thesa's goddelijke heilige land. Ook het gebied tegenover Carthago, Hephaistos' domein bij de Etna. De moeder van Sicilië's gebergte wordt om haar grootste triomfen geprezen, hoor ik. Evenals het naburige land als je vaart op de Ionische Zee, waar de prachtige Kratis stroomt, die blonde haren rossig kleurt en de grond van krachtige mensen met heilige stromen voedt en verrijkt. Van de zee, waar dansende koren van waternimfen een prachtig patroon van voetsporen weven. Sinds ik eens met Apollo rond dit land van Troje stenen muren heb gezet, is de zorg voor mij Trojanen en hun vesting nooit uit mijn hart verdwenen. Nu rookt de stad. Hij is verloren, door een strijdmacht van Grieken verwoest. Zij hebben met hulp van Pallas Athene hier een paard gebouwd dat zwanger was van wapens en zo een dodelijke last binnen de muur gebracht, waardoor men later spreken zal van het houten paard dat verborgen speren bevatte. Verlaten heiligdommen en domeinen van goden druipen van het bloed. En ik, verslagen door Athene en Hera, de godinnen die hen hielpen bij het veroveren van Troje, ik verlaat nu mijn altaar en beroemde Ilion. Want als een stad tot akelige eenzaamheid vervalt, gaat het haar goden slecht en blijven ze ongeëerd. Nu, stad die eens gelukkig was, burcht van gehouwen steen, ik groet u. Als Zeus dochter Athene u niet had vernietigd, was u nog ook rijk. Mag ik de naaste verwant van mijn vader, die in de hemel hoog in aanzien staat, aanspreken en de vijandschap van vroeger bijleggen? Godin Athene! Dat mag. Een familieband wekt in een hart gemakkelijk liefde op. Ik waardeer uw vriendelijkheid. Ik heb een voorstel dat ons beiden aangaat hier. Toch niet een nieuw bevel dat uit de hemel komt? Van Zeus of een van die andere goden? Nee, ik wend mij tot u wegens Troje. Ik hoop bij u steun te vinden. Zo, is uw oude vijandschap dan opeens verdwenen? En hebt u meelijden uw stad in de as is gelegd? Gaat u eerst in op mijn vraag, bent u bereid tot overleg? Wilt u mij helpen mijn doel te bereiken? Zeker, maar dan wil ik ook weten wat uw plannen zijn. Bent u gekomen voor de Grieken of voor de Trojanen? Ik wil de Trojanen, die ik eens haatte, een genoegen doen. En de Griekse vloot een bittere reis naar huis bezorgen. En waarom bent u dan steeds zo wispelturig? En zijn de haat en de liefde die u voelt zo sterk? Weet u dan niet dat ik in mijn tempel beledigd ben? Ja, toen Ajax daar Cassandra met geweld wegsleepte. En door de Grieken is hij niet gestraft. Niet eens berispt. Hoewel ze Troje uw kracht hebben vernietigd. Waarom zou ik ze dus graag met uw hulp gaan treffen? Ik sta klaar voor wat u wilt. Wat gaat u doen? Ik wil de Grieken een verschrikkelijke reis naar huis bezorgen. Als ze nog aan land zijn of op de Zilte Zee. Wanneer ze vanuit Troje huiswaarts varen. Zeus zal dan regen sturen, duistere stormvlagen en verschrikkelijke hagel. En mij zal hij bliksemvuur geven, zegt hij. Om de Griekse vloot te treffen
en in brand te steken. Zorgt u dan van uw kant dat de Egeïsche Zee met hoge rollen spuldert en kolkend water en vul uiboia's wallabaai met lijken. Dat zal de Grieken leren mijn paleis in het vervolg te respecteren en de goden te eerbiedigen. Het zal gebeuren. Die gunst behoeft geen lang betoog. Ik zal het Egeïsche Zeevlak in beroering brengen. De stranden van Delos en Mykonos kusten zullen bezaaid zijn met de lichamen van doden. Vooruit. Ga naar de Olympus, neem de bliksemschichten uit handen van uw vader aan en wacht dan af wanneer de Griekse vloot de trossen los zal gooien. Mensen zijn dwaas als ze steden verwoesten. Wie tempels en graven gewijd aan de doden eenzaam achterlaat, wordt later zelf vernietigd. Samen met haar lieve Astyanax, Hector's zoon. Griekse meesters! Voer ons weg! Oh, rampzalig, zo moeten we lijden! Nu het land is verloren! Weg is ons geluk. Weg is Troje. Lees, volgt de bleed. Om je nu het je verlaat. O God! Waarom kreunt u bij mijn lied over mijn leed en mijn lot? Kinderen. Eens waren we dat. Kwam je mij hier? Oh, mijn man! Je huilt om mijn zoon. Hij is bij Hades, lief kind. Om je vrouw te beschermen. O, jij Priamos, die door de Grieken werd geschonden. Neem me mee in de dood. Ons gemis is zo groot. Nu zie je het treurige eind. Ik huil om mijn huis waar ik in het kraambed lag. De triestheid, de rouw, de tranenstromen, steeds meer tranen in ons huis. Het is heerlijk om te huilen als het je slecht vergaat, te jammeren en te klagen, je verdriet luid uit te zingen. Ach, moeder van Hector, de man die met zijn lans eens zoveel Grieken doodde, ziet u dit? Ik zie wat de goden doen.
hoe ze wat niets was hoog verheffen en vernietigen wat aanzien had. Ik word met mijn kind als oorlogsbruid weggevoerd. Adel vervalt tot slavernij en moet zo'n ommekeer beleven. Er komt geen eind aan, ja, ik kan ze niet tellen, de rampen. De een steekt de ander naar de kroon. Ja. Polyxene is geofferd bij Achilles' graf als geschenk voor een levenloze lijk. Zij mag dan gestorven zijn. Toch heeft zij het met haar dood gelukkiger getroffen dan ik met mijn leven. Andromache, gestorven zijn is niet hetzelfde als het daglicht zien, kind. Het een is niets, in het ander is nog hoop. Gestorven zijn komt volgens mij op hetzelfde neer als niet te zijn geboren. En sterven is veel beter dan te leven met verdriet. Want zo leid je geen pijn in het besef van je ellende. En wie van het geluk in het ongeluk terechtkomt, raakt in zijn geest na al zijn voorspoed het spoorwijzer. Polyxene is alsof ze het licht nooit heeft gezien nu overleden. En weet zelf niets van haar ellendig lot, maar ik... Ik had mijn goede naam ten doel gesteld. En ik heb wel veel bereikt, maar toch het geluk gemist. Wat men als plichten van een vrouw is gaan beschouwen, daarvoor heb ik gezwoegd in Hectors huis. In de eerste plaats, omdat het op een vrouw nu al dan niet kritiek verdient, vanzelf al lijkt op lasterpraat als een vrouw niet binnenblijft, gaf ik het verlangen daardoor op en bleef ik thuis. En binnenskamers liet ik mij niet in met vrouwenroddel. Met een verstand dat me van huis uit was gegeven, had ik aan mijzelf genoeg. Een tong die zweeg. Een rustig oog schonk ik mijn echtgenoot. Ik wist waar ik mijn man moest overtreffen. En gaf me waar dat nodig was aan hem geworpen. Dat het verhaal daarvan het Grieks kamp bereikte, werd mijn ondergang. Want toen ik was gevangen, wilde Achilles' zoon mij als zijn huisvrouw krijgen. Ik word een slaaf in het huis van de moordenaars. Als ik dan Hectors lieve hoofd uit mijn gedachten zet en mijn hart open voor mijn nieuwe echtgenoot, dan vind ik mezelf een slechte vrouw voor de overledene. Maar als ik deze man dan weer mijn afkeer toon, dan wek ik de haat op van mijn eigen meester. Men zegt wel dat één nacht de weerzin verzacht die een vrouw voor het bed van een man heeft gevoeld. Ik wacht van iemand die haar eerste echtgenoot voor een nieuw bed verwerpt en van een ander houdt. Bezat ik een man naar mijn hart, groot in begrip, in moed, rijkdom en afkomst. Ongeschonden heb je mij uit mijn vaders huis gekregen en mij als eerste aan je verbonden in een maagdelijk bed. Nu ben je dood en word ik als oorlogsbuit naar Griekenland gevoerd om daar het slavenjuk te dragen. Is dan de dood van Polyxene, om wie u treurt, niet minder erg dan mijn ellende? Mij is niet eens gegund wat alle mensen rest, te hopen. Ik maak mezelf niet wijs dat het me goed zal gaan, hoe heerlijk het ook zou zijn om dat te denken. Wij delen in hetzelfde lot. En door uw klacht weer te mij zien hoe erg het gesteld is. Ikzelf heb nog nooit een voet aan boord gezet. Maar van een schildering en ook van horen zeggen weet ik. Zolang de storm die zeelui treft nog draaglijk is, doen ze hun best het vege lijf te redden. De een staat aan het roer, de ander bij de zeilen, een derde die hoost het water uit het schip. Maar als de zee wild opgejaagd machtig wordt, dan buigen ze voor hun lot. En geven ze zich over aan de stormloop van de golven. En zo ben ik ook, Andromache, na al het leed wat mij heeft getroffen. Sprakeloos. Ik geef het op. Ik zwijg. En wat er met Hector is gebeurd, vergeet het.
Jouw tranen zullen hem niet redden. Eer de meester die je nu gekregen hebt. En bied de man het verleidelijke lokaas van je levenswijze. Als je dat doet, dan zal dat voor het volk een vreugde zijn. En kun je hem, het kind van mijn zoon, als steunpilaar voor Troje grootbrengen. Dan zullen misschien later kinderen van jouw kinderen weer een nieuw Ilion stichten. En blijft de stad bestaan. Maar op het ene verhaal volgt het andere. Zal de Griekse afgezant die ik daar zal komen het bericht brengen van een nieuw besluit. U. Die met Hector, Troje's grootste held getrouwd is, verafschuwt u mij niet. Met tegenzin bericht ik u het gezamenlijk besluit van het leger en zijn leiders. Wat is er dan? Inleiding voorspelt u niet veel goeds. Er is besloten dat uw kind... Hoe zeg ik het? Toch niet een andere meester krijgt dan ik. Geen van de Grieken zal hem ooit bevelen geven. Dat men hem hier laat, dan als een restant van Troje? Ik weet zoiets vreselijks niet simpelweg te zeggen. Ik waardeer uw aarzeling niet dat u vreselijk zegt. Ze gaan uw zoon doden. Dan weet u wat er vreselijk is. Odysseus kreeg zijn zin toen hij voor alle Grieken sprak. Oh, de onmetelijke ellende die ik doorsta. En ze aanried om de zoon van een held niet in leven te laten. Laat die zo zijn zin krijgen over zijn eigen zonen. Maar van de muur van Troje af te gooien. En in uw lotberust laat u zijn dode lichaam hier niet onbegraven achter. En wordt u zelf door de Grieken milder behandeld. Zoveel anderen gered heeft, kost jou het leven. Zijn moed is jou, zijn zoon, fataal geworden. Kind? Huil je? Voel je zelf iets van je ellende aan? Er komt geen Hector die zijn schitterende lans grijpt, terugkeert uit de aarde en jouw redding brengt. Geen familie van je vader. Geen Trojaanse strijdmacht. In een gruwelijke sprong stort je uit de hoogte op je nek. Meedogenloos wordt aan jouw leven afgebroken. O, lief jong kind. De heerlijke geur van je huid. Vergeefs ben je in de luiers, dus door deze borst gevoed. Voor niets heb ik gezwoegd en ben ik gekweld door pijn. Je moeder geeft je nu een kus voor de
allerlaatste keer. Je moeder slaat haar armen om jou heen en drukt haar lippen op je mond. Oh, jullie Grieken die een barbaarse misdaad hebben bedacht. Waarom een kind doden dat nergens schuld aan heeft? Helena, jij demon van de dood voor zoveel Grieken en Trojanen. Sterf toch! En met je mooie ogen heb jij Troje schitterende kinderen schandelijk vernietigd. Nou, vooruit! Neem mee! Gooi dan, als je wilt gooien. Offer hem, geniet van zijn vlees, want de goden vernietigen ons. Zelfs een kind kunnen we niet tegen de dood beschermen. Berg het op, mijn ellendige lijf. Gooi het in je schepen. Ik heb een mooie bruiloft af nu ik mijn eigen kind heb verloren. Arm Troje. Duizenden mensen heb je verloren terwille van één vrouw in een gruwelijk huwelijksbed. Kom, kind. Neem afscheid van je arme moeder. En loop naar de torenkrans boven je vaders stad waar je zoals door stemming bepaald is. Het leven zult laten. Zo'n boodschap moet iemand brengen die geen medelijden kent. En meer dan ik goedkeur met bruutheid vertrouwd is. O zoon. Kind. Van mijn trieste zoon. Onrechtvaardig beroven ze ons van je leven. Wat moet ik doen? Wat kan ik nog voor je doen, arme jongen? O goden. Wat blijft ons bespaard? Wat ontbreekt er nog aan? Dat wij in razende vaart in een pijloze afgrond storten. Godzijdank heeft hij voor zijn misdaad moeten boeten.
Hijzelf en zijn land dat voor de Griekse krijgsmacht is bezweken. Kom maar halen. De Spartaanse, ik noem niet graag de naam van de vrouw die eens mijn echtgenote was. Ze is in dit krijgsgevangenenverblijf bij de andere vrouwen ingedeeld. De troepen die voor haar gezwoegd hebben in het gevecht lieten het aan mij over haar te doden. Of niet te doden, als ik haar weer mee terug naar Hellas zou willen nemen. Ik heb besloten Helena in Troje ongemoeid te laten, haar in mijn schip over de zee mee naar Hellas te nemen en dan daar te laten doden. Als vergelding voor mijn vrienden die bij Troje zijn gesneuveld. Vooruit. Sleep dat vod aan haar haren mee naar buiten. Ze zijn met bloed bezoedeld. Nu de wind gunstig is, brengen we haar naar Griekenland. Heel goed van u, Menelaos, als u uw vrouw gaat doden. Maar vermijd dat u haar ziet en voorkomt dat ze u verleidt. Want ze verovert mannenogen. Vernietig steen. Steek nou eens in. Zo sterk is haar betoning. Ik ken haar, net als u. En het ieder die het heeft, op de voet. Dood en rest haar geen enkele uitweg. Dat toe te staan kost tijd, maar als ze iets wil zeggen, mag dat. Alleen begrijp ik goed, het is omdat u zegt dat ik haar dat gun en niet om haar te willen te zijn. Misschien zul je op mijn woorden wel niet reageren, of ik nu al dan niet gelijk heb in jouw ogen, omdat je hoe dan ook een vijand in mij ziet. Daarom zal ik op de verwijten die je mij stellig in een discussie zult maken, antwoorden door mijn beschuldigingen tegenover die van jou te stellen. In de eerste plaats is alle ellende hier uit haar geboren, toen ze Paris kreeg. Ten tweede heeft de oude vorst Troje en ook mij vernietigd door de baby niet te doden, ondanks de noodlottige voorspelling. Luister verder hoe het gesteld is met de rest. Paris moest een keuze maken uit een drietal van godinnen. Athene, schrift voor Paris, was aan het hoofd van Troje's troepen Griekenland verwoesten. Hera beloofde hem heerschappij in Azië tot aan Europa's grenzen als Paris haar zou kiezen. En Afrodite, die hoog opgaf van mijn uiterlijk, beloofde mij te geven als zij de andere godinnen in schoonheid overtrof. Let op hoe het verder gaat. De liefdesgodin wint. En in zoverre was Griekenland bij mijn huwelijk gebaat. Want jullie zijn niet in handen van vreemde volken en jullie hebben niet gebogen voor geweld of dictatuur. Maar wat voor Griekenland een geluk was, werd mijn ondergang.
mijn schoonheid werd verkocht. En mij wordt nu iets verweten waar ik een prijs voor had verdiend. Ik ga voorbij, zul je wel zeggen, aan de zaak waar het om draait. Hoe ik in stilte uit jouw woning ben vertrokken. Hij, die demon van haar, die Paris, had bij zijn komst de liefdeschodin aan zijn zijde. En jij, slappeling, jij liet hem in onze woning achter en bent zelf op een schip naar het eiland Kreta weggevaren. Maar goed, over het vervolg zal ik niet aan jou, maar aan mezelf iets vragen. Wat heeft mij toch bezield om uit mijn huis een vreemde man te volgen en zo mijn eigen woning en vaderland op te geven? Straf die liefdesgodin en wees sterker dan Zeus, die heerst over alle goden, maar haar slaaf is, en vergeef het mij. Verder heb je tegen mij een argument dat wel goed klinkt. Toen Paris stierf en onder de aarde was verdwenen, had ik, zodra de band die was gesmeed door een godin niet meer bestond, mijn huis hier kunnen verlaten om naar de schepen van de Grieken toe te gaan. Dat wilde ik ook graag. De poortwachters en de uitkijk op de toren zijn mijn getuigen. Ik ben vaak betrapt, terwijl ik mijn lichaam stiekem van de hoge transe aan een touw naar de grond liet zakken. Die nieuwe man die me gegrepen had, Davy Phobos, ook een zoon van haar, die hield me daar tegen de zin van de Trojanen als zijn vrouw. Hoe kan het dan terecht zijn, mijn echtgenoot, dat ik door jou verdien gedood te worden? Als de een me tot een huwelijk heeft gedwongen en die gebeurtenissen thuis in Sparta me ook geen triomf, maar bittere slavernij hebben gebracht. Wie sterker wil zijn dan goden, koestert echt een dwaas verlangen. Christine, verdedigt uw vaderland en uw kinderen en ondermijn haar overredingskracht, want ze spreekt goed, slecht als ze is. Verschrikkelijk is dat. Eerst zal ik de godinnen steunen en bewijzen dat het niet terecht is wat ze zegt. Zelf denk ik niet dat Hera en de maagd Athene ooit zo dwaas zijn geweest om in een weelderig spel over hun uiterlijk naar de berg Ida te komen. Om welke reden zou de goddelijke Hera zo hartstochtelijk verlangd hebben naar schoonheid? Om een betere echtgenoot dan Zeus te krijgen? Of joeg Athene met een huwelijk op een god, terwijl ze gedaan had gekregen maagd te mogen blijven en het bed ontweek? Geen dwazen van godinnen maken om je eigen slechtheid op te sieren. Geen verstandig mens zal jou geloven. En Afrodite was, zei je, wat helemaal belachelijk is, samen met mijn zoon naar Menelaos huis gekomen? Had ze niet rustig in de hemel kunnen blijven en je met Sparta en al naar Troje kunnen brengen? Nee, nee. Omdat mijn jongen door zijn schoonheid uitblonk, werd jouw eigen hart, toen je hem zag, een Afrodite. Zodra jij hem aankeek in zijn oosterse kledij, die schitterde van het goud, verloor jij van begeerte je bezinning. Zolang jij in Griekenland verbleef, had je niet veel. Maar eenmaal aan Sparta ontsnapt, dacht jij je in Troje met luxe te overspoelen. Aan Menelaos huis had jij niet genoeg om je zucht naar wilde bot te vieren. En tegen je zin in voerde mijn zoon jou mee? En welke Spartaan heeft dat gemerkt? En welke kreet heb jij toegeslaagd? En toen jij in Troje was gekomen met de Grieken in je spoor en het stervende speren was begonnen, als dan het bericht kwam dat zij troepen wonnen, dan prijs jij Menelaos om mijn zoon te kwellen. Alsof hij een grote mededinger in de liefde had. Als Troje weer succes had, dan stelde hij niets voor. Nee,
Nee, jij keek steeds hoe je kansen keerde. En volgde ze te volgen, liever dan het rechte pad. En verder zeg je... Moet je stiekem je lichaam aan touwen van de muren zakken? Oh. En waar werd je dan betrapt? Als jij een strop omlegde? Of het slijpen? Van een mes? Iets wat een flinke vrouw uit heimwee voor haar vroegere echtgenoot zou doen. En toch heb je al heel vaak gewaarschuwd. Helena, verlaat de stad. Mijn zonen zullen andere vrouwen trouwen. Laat me je helpen heimelijk naar de Griekse vloot te komen. Maak een einde aan de oorlog tussen Griekenland en ons. Maar nee. Nee, dat stond jou tegen. Want in Paris' huis kon jij je als Oosterse vorstin uitleven. Prachtig vond jij dat. En na dat alles kom je nu met zorg gekleed naar buiten. En adem je dezelfde lucht in als je echtgenoot walgelijks hebt. Terwijl je hier nederig en in volle trillend van angst naar de kamerschoren hoofd had moeten komen. Meer bescheiden dan brutaal. Na alles wat jij hebt misdaan. Menelaus, om u te laten weten waar mijn betoog op neerkomt. Grieken de triomf die ze verdienen. En dood die vrouwen. Stel de wet voor alle vrouwen in. Wie een echtgenoot verraadt, moet sterven. Menelaus, straf uw vrouw. Zoals de eer van uw geslacht en uw huis vereist. Stelt hetzelfde vast als ik. Dat ze mijn huis vrijwillig voor een vreemd bed verlaten heeft. En Aphrodite had ze erbij om zich mooier voor te doen. Ga naar je beulen toe. Boet voor het lange Griekse lijden in één ogenblik en sterf! Dan zul je leren me niet te schande te maken. Nee, ik smeek je. Reken mij die ziekte toch niet aan. Het komt van de goden. Dood me niet. Vergeef me. Verraad uw bondgenoten niet, Menelaus, die zij heeft omgebracht. Dat is wat ik u smeek. Voor hen en voor hun kinderen. Hou me van. Trek me niks van haar aan. Ik beveel mijn knechten haar nu weg te brengen naar de vloot waar ze dan scheep zal gaan. Laat haar niet aan boord gaan van hetzelfde schip als u. Hoezo? Ze is soms zwaarder dan vroeger. Er is geen minnaar die niet steeds verliefd blijft. Dat hangt van het verstand van wie verliefd is af. Maar hij krijgt uw zin. Ze zal geen voet zetten op het schip waarop ik vaar. U heeft geen ongelijk. En als ze in Argos komt, dan sterft ze de slechte dood die een slechte vrouw verdient. En dat zal alle vrouwen tot bezinning brengen. Makkelijk is dat niet. Toch zal haar ondergang de dwaze onder hen wel angst aanjagen. Ook al zijn ze nog brutaal. Slag op slag treft ons land.
arme vrouw van Troje, hier zien jullie Astyanax. Hij is dood. Door de Grieken vermoord met een gruwelijke worp van de muur. Zij bij vertrek om haar stad huilde en afscheid nam van Hectors graf. Ze vroeg hem om het kind van uw Hector dat van de wallen is gestort en het leven heeft gelaten in uw armen te leggen, zodat u in een lijkgewaad kunt hullen en kransen kunt leggen zo goed als dat gaat in uw toestand. Doet u zo snel u kunt wat u is opgedragen. Eén moeite heb ik u in elk geval bespaard toen ik de stroom van de rivier overstak, heb ik het lijk gebaat. En de wonden schoongewassen. Dan ga ik nu voor hem een grafkuil graven. Als u en ik de taken hier verdelen, stelt ons dat allemaal in staat om snel naar huis te varen. Oh, die Grieken die meer wapens dan verstand hebben. Vanwaar die angst voor deze jongen? Waarom zo'n ongehoorde moord gepleegd, zodat die Troje naar haar val niet op kan bouwen? Jullie stelden dus niks voor. Toen de stad genomen is en ons leger is vernietigd, zijn jullie kleuterbang. Angst is verwerpelijk als je bang bent zonder logisch na te denken. O, lieve kind, hoe ben jij een trieste dood gestorven? Als hij voor zijn land zou zijn gesneuveld, als een volwassen man, getrouwd en in het bezit van het goddelijke koningschap, dan zou hij gelukkig zijn. Als iets daarvan gelukkig is. Nu heb je dat allemaal wel gezien en in je opgenomen, lief kind. Maar je kent het niet. Aan wat er thuis was, heb jij niets gehad. O, stakker. Het is ellendig van je hoofd afgesneden door de stadsmuur. Het haar dat door je moeder steeds gekoesterd en gekust werd, van waar me uit een gebarsten schedel moord aangrijnst, om het ergste niet te zeggen. Handen, die zo heerlijk op die van zijn vader lijken, ontwricht en weerloos liggen jullie voor me. Lieve mond, die zo vaak grote woorden sprak. Ik ben dood. O God, al die omhelzingen. De zorg die ik om je had. Het slapen van je. Het is voorbij. Was dus niet waar wat je tegen me zei als je op mijn schoot kroop. Ik zou voor u veel lokken van mijn haar afknippen. En al mijn vrienden meenemen naar mijn graf. En bij het afscheid lieve dingen zeggen. Jij begraaft mij niet. Ik begraaf jou. Wat zou een dichter dan op zijn graf schrijven? Dit kind hebben de Grieken eens uit angst gedood. Je hebt mij geraakt, geraakt mijn hart. Je Moeder!
Kom, laat ik het vuur inrennen. Ik kan beter met mijn vader dan verbranden en sterven. U verliest door uw ellende uw bezinning. O Priamos, jij die zelf stierf zonder vrienden, zonder graf nemen mee in de dood. Beheers u. Ze komen u halen, Odysseus mannen. Nu Ilions vesting verwoest is, kunnen wij vol vreugde de thuisreis aanvaarden. Dit is dus het laatste, het eind waarop al mijn ellende nu uitloopt. Mijn vaderstad, die eens zo trots onder de volken uitstraalde, Troje, hier roem is je ontnomen. Mijn kind, Cassandra. Die de extase met de goden deelt, wat is er aan jouw kuisheid en rampzalig eind gekomen? En jij, waar ben je toch? Polyxene? Polydoros? Astyanax? Ik heb zoveel kinderen gekregen, maar geen zoon, geen dochter zal me nog in mijn ellende bijstaan. Kinderen, luister. Hoor je moeders stem? O goden, maar wat roep ik de goden aan? Vroeger hoorden ze mij toch ook niet als ik om hen riep? Noem niemand die in welvaart leeft gelukkig voor wie sterft. Kom, trillende knieën en voeten, die eens in weelde liepen, maar nu slavenvoeten zijn. Leid mij naar een bed van stro. En een sluier van stenen. Dat ik daar neerval en sterf. Uitgeput van het huilen.